Hoi, ik ben Job. Ik ben de jongen die vaak een muts draagt. Wacht, ik ben de jongen toch? Momentje. Ja, ik ben de jongen. Welkom bij deze vlog. Weet je wat ik heb gehoord? Als je liked, vind je een pot met goud onder je kussen. Succes hierbij is uiteraard niet gegarandeerd en wij zijn daar sprakelijk voor overgebeurd. Geniet van deze vlog en zorg ervoor dat je geheel gratis abonneert. Hierboven. Job. Ja? Dat is beneden, man. Oh, serieus, ja? Is altijd al zo geweest, man. Oh, oké. En zorg ervoor dat je abonneert hier beneden. Geniet van het kijken. Weet je wat echt het lekkerste gevoel is? Na een hele dag te hebben gelopen. Oh, dit is chill. Mijn jeugdheld. Oh my gosh. Is die nou zo duur als ik denk dat die is? 1000 pond, jongens en meisjes. Dit ding kost meer dan 1000 euro. Winnie de Pooh. Ik wist niet dat je zo luxe was. En dat is serieus wel duur. Maar ik snap het wel. Want meestal zijn dit soort dingen gemaakt van een bepaald soort stof. Ik kan het allemaal wel uitleggen. Maar ik heb er weinig verstand van. Dus ik laat het voor wat het is. Hij is zo zacht dat ik gewoon zin heb om in slaap te vallen. Yo, er is hier gewoon een Mario gedeelte. Met een Mario Monopoly en een dikke Monopoly stack. Oh, dit vind ik ook altijd zo dope, jongens. Deze waren in Nederland een stuk goedkoper, want hier kostten ze 7 pond. In Nederland 7 euro. Maar je moet ook rekening houden met een wisselkoers, dus dat komt redelijk prijzig uit. Oh ja, nice. Een game waarbij het de bedoeling is dat je puisten uitdrukt, waar dan een soort van water uitkomt. Hé, dat is nice. Dat ga ik een keer samen met iemand doen, hoor. Oh, het is echt typisch voor een eerste date. Ik denk echt dat je indruk gaat maken. Een sexy met actiefiguren. Ze hebben hier iets genaamd poepsies. Wat toiletrolletjes zijn met een poepactiefiguurtje erin. Ik kan niet meer. Hoe duur zouden die zijn? $4. Of 4 pond, sorry. 4 pond. Ja, dat is echt super duur. Ze hebben hier allemaal Disney squishies. Alleen die zijn ook super duur. Alles is super duur. Yo, check dan. Je kunt hier gewoon een goud blok kopen. Waar je vervolgens met een hamertje echte zeldzame metalen in kunt vinden. Een diamant of een goud blok kun je kiezen. En hetzelfde geldt voor deze. Wow, bro. Er staat hier real gold. Dat zou dus betekenen dat hier echt iets van goud in zou moeten kunnen zitten. Als je heel veel geluk hebt. Maar dat zal wel echt duur zijn. Check wat ik in deze winkel heb gevonden. Freaking pennen van Five Nights at Freddy's. Hoe episch zijn die? Ik vind vooral de Golden Freddy heel erg dope. Kijk dan, jongens. Dit is toch gaaf. Gewoon een pen van Five Nights at Freddy's. En deze dingen vind ik misschien nog wel gaver. Dat zijn namelijk van die blind bags. Blind boxes kun je beter zeggen. En daar komt dus een actiefiguurtje van Five Nights at Freddy's uit. Maar je weet van tevoren natuurlijk niet welke dat gaat zijn. Een Jelly Bean Bubblegum Stressbal. Dit is dus een soort van bubblegum jelly bean. Dat moet het natuurlijk voorstellen. Maar dan een stressbal editie ervan. En waarschijnlijk ruikt die dus. Ja, dat staat hier ook. Ruikt die dus naar bubblegum. Eigenlijk wil ik deze wel kopen. Oh, je hebt allemaal verschillende smaken. Je hebt bubblegum, blueberry, kiwi. Oh, ze hebben zelfs jelly bean slime. Het ruikt naar, in dit geval, cherry. En het is dus slime. En dat heb je hier ook met kiwi. En hier heb je professor slime. Marshmallow slime. Wat? En kijk hoe schattig deze Fortnite poppetjes zijn, jongens. En je hebt ze ook in nog kleinere editie hier zo. Dit is echt een topwinkel. Ik ben in een supermarkt uitgekomen. Er is hier een Fortnite magazine. En je krijgt er een poster bij. En de kans om voor $200, 200 pond in dit geval, V-Bucks te winnen. Dat betekent €250 aan V-Bucks die je zou kunnen winnen met één tijdschrift. Dat is echt sick. Dit is ook een super episch tijdschrift over Pokémon, Mario en nog veel meer. En je krijgt er ook weer van alles bij. Oh, het is zo verleidelijk om dit aan te schaffen. Oké, jongens, ik ga wat super vets doen in deze video. Ik ga namelijk naar de allergrootste strip- en actiefigurenwinkel in Londen. Ik heb zo'n beetje, ik denk, 25 tot 30 minuten gelopen. Super veel verkeer hier. Helaas heb ik Jill niet kunnen meenemen. Die heeft namelijk heel erg veel last van zijn buik. Heb ik gezien en geroken. Dus ik ga er naartoe en ik neem jullie mee. Let's go. Ze hebben hier zoveel Funko Pops. Het is echt niet normaal. En ik vind het altijd leuk dat ze van elk soort film, elk soort game wel een Funko Pop hebben. Het interessante is, ze hebben hier gouden Funko Pops. En die zijn zo zeldzaam dat je er maar één per klant mag meenemen. Dus als ik bijvoorbeeld 2 van deze gouden Loki's zou willen kopen, dan mag dat dus niet. Misschien is het wel een goed idee dat ik dus van elke gouden Funko Pop er eentje koop. Want ik denk dat ze super zeldzaam zijn. Maar ook best wel prijzig. Dus ik overweeg het nog even.
geven. Hetzelfde geldt trouwens voor deze hier. Daar mag je ook maar één per klant van kopen. Oh, er zijn zoveel verschillende soorten. Je hebt hier ook een soort van Game of Thrones zombie. Nou, ik volg de serie niet, dus ik weet niet wat ik moet voorstellen. Oh, ik hou hiervan, hè, jongens. Actiefiguren. Je hebt hier van Marvel versus Capcom. Dat is een soort van crossover. En nu een verrassing voor alle nerds. Ik bedoel, coole mensen. Namelijk een compilatie van alle epische actiefiguren die er waren. Ik heb 500 foto's gemaakt. Wat doe ik met mijn leven? Hold up. Wat ik vooral altijd heel erg dope vind, is hoe actiefiguren soms nog echt zo'n vintage verpakking kunnen hebben. Zo'n retro verpakking. Dat zie je vooral heel erg terug bij deze actiefiguren. Dat lijkt echt alsof het een heel oud actiefiguur is. Terwijl deze geloof ik vrij recent zijn uitgekomen. Je hebt bijvoorbeeld hier Ant-Man, je hebt de Black Panther, je hebt hier de Vision. Super dope. En deze is ook heel vet, want dit is namelijk een actiefiguur van Predator. En het is gedaan alsof die met een warmtecamera is gemaakt. Dus zeg maar normaal gezien kun je deze beesten, ik geloof, alleen zien met een warmtecamera. En daarom hebben ze het actiefiguur er zo laten uitzien. Ze hebben hier zelfs een Funko Pop van het drolletje uit South Park. Ik wil zo graag een aantal actiefiguren meenemen. Maar de grote vraag is altijd, welke moeten het worden? De heks uit Disney? Mickey Mouse? De retro Mickey Mouse die gewoon zwart-wit is? Of deze mega Stitch actiefiguur met alien wapens? Dit moet dus de oude Mickey Mouse voorstellen, vandaar dat hij zwart-wit is. Ik wil deze zo graag meenemen. Kijk hoe schattig die is. Oh, dat is een beetje... Oké, dit is nu al mijn favoriete actiefiguur. Hoe beschamend het ook is om te zeggen. Kijk hoe vet, de Powerpuff Girls. Ik heb het perfecte cadeautje voor Soraya gevonden. My Little Ponies. Mini My Little Ponies. Deze hier slaapt. En deze hier is aan het chillen met een wagen. Deze hier is bijna creepy om aan te raken. Dus het is zo vet hoe sommige actiefiguren of poppen of überhaupt filmkarakters een perfecte combinatie hebben van eng en schattig. Of wat? Wat? Yo, wat? Wanneer je hem over zijn buik aait, begint hij op een... Dat is... Oh, hij kost wel 100 pond, maar dat is zo vet. En besef, ik ben niet eens een Star Wars fan. Het grote voordeel is wel dat dit niet echt een toeristenwinkeltje is. En dat zorgt ervoor dat de prijzen nog wel door de beugel kunnen. De prijzen zijn hier een beetje hetzelfde als de prijzen van actiefiguren in België en Nederland. En dat betekent dat mijn portemonnee vandaag niet gaat overleven. Gewoon echt totaal niet. Een South Park Eric Cartman politieagent. Dit is mijn favoriete karakter uit South Park. Ze hebben hier alles. Prinses Kenny. Kenny is zeg maar iemand die geen enkele aflevering van South Park overleeft. Maar het is wel een baas. Oh, dit is ook zo vet. Dit is gewoon echt een heel speelkamertoestel met alle karakters, of in ieder geval een groot gedeelte van de South Park karakters. Oh, een Mojo Mojo t-shirt. Of het heet Mojo Jojo. Dat was zijn naam. Ik dacht altijd Mojo Mojo. Dat is zeg maar de aartsvijand van de Powerpuff Girls. Het is een aap met een helm waar zijn hersenen uitkomen omdat hij zo ongelooflijk intelligent is. Powerpuff Girls sokken. Een leuk feitje. Hier in deze winkel wordt de Funko Pop verkocht die ik als allereerst had in mijn Funko Pop verzameling. Dat was nog toen ik bij mijn opa en oma woonde. Inmiddels denk ik zo'n 2,5, 3 jaar geleden. Bender van Futurama. My first one. Gewoon alsof ik over mijn eerste vriendinnetje praat. Dit is echt heel erg. Oh, jij bent zo cool. Ze verkopen hier zelfs van die anime actiefiguren die ik dus ook gewoon totaal niet ken. Like, wie is dit? En deze groot... Mag ik je sixpack aanraken? Oké, dat is heel raar, Job. Het ziet er allemaal heel erg apart uit, maar ik ken ze niet. Houden zo. Misschien een beetje een raar voorbeeld dat ik 3 prinsessen neem, maar het gaat even om het idee. Ik vind het altijd heel vet dat ze van die combi packs hebben. En dit is dan ook nog een exclusive, dus deze is waarschijnlijk wat zeldzamer. Pop is zeg maar het merk die dus al die Funko Pops maakt. En je ziet hier eentje, dat is een XL. Hij kost
40 pond. Het is eentje van Star Wars. Maar ik heb nooit geweten dat ze zulke grote Funko Pops maakt. Want kijk, dit is een normale size Funko Pop. Die overigens heel goedkoop is. Waarschijnlijk worden deze niet zo goed verkocht. En dit is dan de XL variant. Wat een verschil, jongens. Laat mij trouwens gerust in de comments weten wat jullie vinden van dit soort vlogs. Van dit soort video's. Vinden jullie het leuk dat ik mijn avonturen en mijn happiness film in een comic winkel of een actiefigurenwinkel? Of hebben jullie liever dat ik dat achter de schermen doe? Laat het weten in de comments, want ik vind het fantastisch. What the heck? Hebben ze Funko Pops van Jurassic Park? De Tyrannosaurus Rex prothese is zo top. Oké, deze moet ik wel hebben. Oh, ze verkopen hem ook in een kleinere variant. Oh nee, dat is een andere dino. Deze is ook zo gaaf. Ik zou gewoon bang zijn als ik wakker word en ik zie deze op mijn nachtkastje staan. Vooral als ik even niet meer weet dat ik deze de vorige dag heb gekocht. Dit ben ik, wanneer ik 3 dagen Minecraft speel zonder te stoppen. Met een vierkant hoofd en een duistere lach. Oh my gosh, Crash Bandicoot, Dr. Neo Cortex. Deze gozer was mijn grootste angst toen ik een jaartje of 9 à 10 was. Ik speelde alleen maar Crash Bandicoot. Besef dat ze hier gewoon de lasergun van Rick en Morty verkopen. Hoe episch zou het zijn als deze werkte. Oké. Nu zijn we dan toch echt uitgekomen bij mijn grootste fandom. Ik ben persoonlijk best wel een fan van horrorfilms en alles wat een beetje spannend en mysterieus is. Denk bijvoorbeeld aan de Kremlins, de Killer Clowns, Jason Voorhees van Vrijdag de 13e. En er is hier een gedeelte van de winkel. Ik ga er denk ik mee trouwen. Laat ik het zo zeggen. Dit is niet geschikt voor alle kijkers. Laat me duidelijk zijn. Oh my gosh. My gosh, deze is zo dope. Dit is zeg maar een bepaald soort uitgave van Jason Voorhees uit de film. En het komt uit Vrijdag de 13e part 6. Super vet. Freddy Krueger, laat ik het gewoon houden op een half verbrande psycho. Ik denk niet dat ik het makkelijker kan uitleggen dan dat. En oh ja, hij zoekt je op in je nachtmerries. Niet heel chill, wel heel vet. Om te zien, niet om mee te maken. Kijk, hij lijkt echt op gewoon een wiskundeleraar die erachter komt dat je hebt overgeschreven tijdens een toets. Zei jongens, eerlijk. Yo, de It-clown ziet hier bijna schattig uit. 19 pond. Dat is ongeveer 22 euro, denk ik. Jeetje, wat is deze gaaf, man. Ik wil eigenlijk iets vinden van Chucky. Dat lijkt me helemaal dope. Ze hebben hier alles. Oh, yo, kijk dan. Dit is gewoon de It-clown. Maar kijk hoe klein hij is. Kun je dit openmaken? Ja. Hij heeft nog dat bootje bij zich. Dat is zeg maar het bootje wat een andere speler genaamd George, dat is een klein jongetje, volgt naar het riool. En dan komt hij de It tegen. Oh, dit is zo vet. Yo, wat zijn dit? Oh nee, toch? Oh. Oh my gosh, bedoelde ik, sorry. Mijn Nederlandse taal gaat iets achteruit wanneer ik zo enthousiast ben. Het is ook gewoon leuk om alleen al deze dingen open te maken, jongens. Ik zou dit gewoon kunnen kopen en elke dag even open kunnen maken. Want je weet niet echt precies... Ja, je weet wel wat er achter zit natuurlijk op een gegeven moment. Maar het blijft gewoon heel erg spannend. Bijvoorbeeld bij deze. Yo, wat de heck. Deze? Oh, er staat hier nog zo'n grafsteen van... Oh, sorry. Sorry, ik zal Jason met rust laten. Chucky. Yo, check dit. Letterlijk alle soorten gezichten die Chucky heeft laten zien in deze film kun je op het poppetje plaatsen. Je kunt hem maken in de uitgave die jij het vetst vindt. 36 pond. Oh ja, dat is best wel duur. Like de video als jullie willen dat ik hem koop. Chucky is op zich best aardig. Tenzij die boos wordt, dan is die minder leuk. Heb jij nou nu al zin in de volgende vlog? Waarin ik veel te veel, echt veel te veel geld uitgeef? Doe dan een like. Bedankt voor het kijken. Dit is een gouden roos. Ik weet eigenlijk niet waarom. En adios.